Sterker. Ja, Appie. Altijd een glimlach op zijn gezicht. Goeie voetballer. Met kinderen bezig. Je houdt je groot om niet te huilen, maar ik heb ook tegen mezelf gezegd... Ik ga me vandaag echt niet groot houden. Dus komt het, dan komt het. En ik vind het goed. Als we hem zagen, zwaaide hij altijd. Ook gewoon... Ook al kende hij ons niet, als hij zag dat wij hem herkenden, dan groette hij gewoon. Dat was altijd heel aardig van hem. Ik zag zijn vader als eerste aankomen. Dat beeld vond ik niet leuk om te zien. Zijn vader ging helemaal stuk. Zijn oude, zijn moeder, zijn broer natuurlijk. Ik heb zijn broer nog een hand even kunnen geven om hem sterkte te wensen. Het is niet alleen deze avond, het is al sinds hij niet meer wakker is. Dat hij geen woord kan zeggen of geen oog open doen. Sinds toen al deed al wat met me. Niet alleen vandaag, maar vandaag zie je ook wat voor jongen het is. Als je een jongen hebt gesproken voor zijn trainingskamp, dat hij mij dan succes wenst en ik wens hem vervolgens ook succes en dat ik nu voor zijn leven moet gaan bidden, dat is... Ja, ik weet niet wat er door mijn lichaam gaat. Het is een raar gevoel. Kijk, mensen kennen hem niet eens als Ghana kapot. Laat staan als je hem maar kent. Familie die zo sterk blijven. Ja, ik heb geen woorden meer ervan. Echt. Heeft goede contact met mensen. Respect voor buren hier. Was mashallah. Is Allah subhanahu wa ta'ala. Op dit moment hoop ik gewoon dat hij in ieder geval weer goed kan functioneren, zeg maar. En ja, wat mogelijk is, zeg maar, dat gewoon gebeurt. En ja, wonderen bestaan nog steeds en ik hoop in dit geval dat het gewoon een wonder gebeurt.